dan? Nee, ik ga stoppen. Welkom terug op mijn YouTube channel. Voor de nieuwe kijkers, mijn naam is Gladys, de enige echte Mama David. Why, why, Mrs. Kinkilla. En voor die altijd terugkomen, you know the drill, what the drill is. Yes, dear guys. Het is maandag trouwens, om precies te zijn. Ik ga nu werken met, het is maandag, het is dinsdag, het is woensdag, you know, weet je. Is overzichtelijk. Maar het is in ieder geval maandag. Het is precies te zijn ongeveer 7 uur. En your girl is on her way to London, to UK. Okay, for my UK people. I don't know if we should do this day and tomorrow, like in English, you know, to just give a little vibe. I will try. But a lot of Dutch and Engels and English. Maar anyway, ik ben ongeveer onderweg naar UK met Reina, baby. Oké, Reina, Irene. Nou, zij gaat, nou, we gaan puur voor, zij gaat puur voor haar gehele make-up inkopen. You know, make-up artist ding. En ik ga mee om te profiteren van de make-up artist, de expert. Weet je wel, zodat ik wanneer ik daar ben. Hè? Foundation heb jij. Oh, is dit een goede palette? Is dit een goede primer? Want guys, deze kant ga ik nooit meer krijgen. Dus laat me ervan genieten. Want ik heb wel een paar dingen. In begeleiding met Irene dan. Dat ik ga halen in UK. Dus we gaan daar gewoon, het is echt 24 uur. We gaan met de Flixbus. Oh my god, guys, I'm already dying. Het is al om gewoon vleugels te creëren en te vliegen naar UK. Wel bref, weet je. Dat terzijde, daarvoor zouden we met de vliegtuig gaan, met de trein, maar het is allemaal misgelopen. Dus laatste keus, goedkoopste keus, de bus. Dus we gaan met de Flixbus om, onze bus is om 20:45. Dus ik neem jullie gewoon mee, we komen daar pas de volgende dag om 7 uur. Dus we komen pas dinsdag om 7 uur komen we daar aan in UK. Dus come along. Heel simpel gekleed, gewoon een sweater. Ik heb die lekkere leggings van de Primark heb ik aan. Ik heb mijn UX en ik ga gewoon zo'n Zara jas aandoen. Want ja, het weer in UK is ook een beetje net als Nederland, hè. Je weet niet wat het is, je weet niet wat je krijgt. Want het is echt wel lekker weer, hè? Maar ik ga die risico niet nemen. We nemen gewoon een klein koffertje mee. Echt een heel klein koffertje. Ja. Dus dat is wat we gaan doen, guys. Oké, abonneer alvast. Abonneer. Tudup. Tudup. Abonneer. Zet het belletje aan. Zodat elke keer wanneer een nieuwe video komt, ben je gelijk op de hoogte. Oké? Oké. Ik ga eerst ergens wat eten. En dan gaan we door. Ik stap op bij Zeppelin. En ja. Dan gaan we rijden. Ja, Irene wil geen city sites doen, hè? Echt toeristen uithangen. Een talon. Helemaal gek, hè? Een talon. Want die ene was gewoon. Hé, die was duur. Ik heb gekeken. Ja, ik heb gekeken, die Big Ben bus. Shit. Ik denk, dat gaat hem echt niet worden. Precies. Ja, het is wel 24 uur. Ah, maar ja, dus. Ja, dan kunnen we de metro nemen, kunnen we langs rijden. Die op de Big Ben is.
Ja, laten we dat doen. Ik denk dat we gewoon even richting de Big Ben gaan en de London Eye. Die brug, even een paar fotootjes, video's maken. You know, tot aan wat toeristen. Want we hebben heel veel tijd hoor. Onze bus van vanavond is pas om 8 uur. Dus we got all time. En het zonnetje schijnt. Look at the skin. The skin is giving. Okay. Nou, let's go dan. Meer uitjes, meer God in ons, in Jezus. Amen. Ik wil drinken wat uit. Serieus, wat? Ga ik niet vinden. Ga ik niet vinden. Ja, wat dit brengt jullie? Hey guys! Nou, guys, ik ben alweer thuis. Zoals je ziet heb ik weer andere kleren aan. Ik had een afspraak en ben net terug. En guys, I'm tired. Ik voelde het al achter het stuur. I'm tired. Dus ik ga jullie gewoon even snel laten zien wat ik heb gehaald in Londen. Wel teleurstellend, vooral voor de super drugstores ofzo die in UK. We hadden hele grote verwachtingen van die winkel, maar helaas. Vooral van... Een make-up merk. Iedereen gaat me zo uitlachen hoe ik dit ga uitspreken. But you know, bear with me. Juva's A Place. Dus ja, ik wilde heel graag Juva's Place eyeshadows. En die contour sticks en alles en zo. Maar ja, dat wordt daar niet eens meer verkocht. Dus dat moet allemaal online. En degene waar me ooit ook kende, like, vooral in UK, was de setting spray van One Size. Maar ja, was op en Rara Beauty blush en al die gedoe en zo. Maar ja, ik heb grotendeels wel heel veel dingen kunnen halen. Ik heb deze vaseline gehaald. Coca body lotion. Deze. Volgens mijn expert Irene is de best. Smeer dit op je lichaam. Put some perfume. En je ruikt de hele dag lekker. En meestal verkopen ze dit hier blijkbaar 12 euro, whatever. Maar daar was het gewoon 4 pond. En 4 pond omgerekend was niet eens 5 euro of zo. Dus ik heb er 4 gehaald. Die ene zit al in mijn kastje. Nou, ik heb sowieso primer gehaald. Deze primer Milk. Guys, deze is live. Deze is live. Ik gebruik het nu al ja, sinds dit jaar februari. Dus hij is geweldig. Ik heb gewoon nog eentje bijgehaald voor voorraad. Want ik heb nog die ik in februari in Frankrijk had gehaald. Ik heb Fenty Beauty Bronzer gehaald. In de naam Mokamami, dus nummer 8. Yes guys. Oh, het is gewoon weerspiegeling. Hij was te cute. Yes, guys. Fenty Beauty it is. En dan de naam aan de achterkant. Mokamami. Nummer 8. It's giving, guys. It's giving. Look at this. Oeh. Dus deze heb ik gehaald als bronzer. Weet je wel. Ons contour. De stukking. Fenty in the house. Ja, dat waren ook zulke dingen. Niet alle items van Fenty waren ook aanwezig. Want ik wil echt die loose powder van hun proberen. Is dat laatste ding. Ik denk, oké, jammer. Ik heb ook lipgloss gehaald van Fenty Beauty. Bij Rihanna. Dit is de Gloss Bomb Eyes. Maar anyway. Ik heb lipgloss gehaald van Fenty Beauty. Hoe heet deze? Deze is de Cold Hearted Gloss Bomb Eyes. Cold Hearted.
beetje bij beetje verzamel ik deze. Want die zijn ook niet, kost ook geen tientje hoor. Ik heb gewoon andere. En ik heb deze stick gehaald. Ook van, dit is zo'n contourstick. Contourstick. Dus als je deze hebt gedaan, dan pak je die bronzer, you know, de contour. Dus deze zag ik all over the internet. Je had, ik heb welke kleur heb ik genomen? Ik heb Simmer genomen. Want je had nog een donkere, maar dat vond ik een beetje, nee, dat vond ik te donker voor mijn huid. Dus heb ik, ja, deze gehaald. Die zag ik al over de TikTok en dergelijks van die donkere meiden die dit best wel vaak gebruikten. Want ik wilde eigenlijk een stick halen van de Juva Place. Maar ja, die was nergens te bekennen. Die moet je gewoon online bestellen. Dus ja, dus de kleur. Wat ik zei, ik heb de kleur Simmer genomen. Ja, uiteindelijk heb ik ook een paar Sephora items zelf gehaald. De Sephora bag. Ik heb Sephora eyeliner gehaald. Dit is een hele goeie volgens Irena. Deze Sephora lipgloss gaan we even uitproberen. Ik ken het zelf ook niet. Ons heb ik ook foundation gehaald. Kijk, sommige dingen zou je zeggen, het kan gewoon online. Het kan ook gewoon, maar ik dacht, ik ben daar al. So, let me just get it, you know. Dus, maar ja, NARS. NARS foundation is daar £39. Dus bij ons, dus als we een euro gaan verrekenen, komt er misschien anderhalf eurotje erbij. Maar bij Bijenkorf kost het gewoon €52, hè. In Bonico? Ik ben zomaar die van mijn eigen portemonnee. Dus ik heb deze gehaald van NARS, because, you know, this is the foundation of the season of the year for every black lady. Like, guys, I ain't gonna lie. Ik heb de Natural Rayton Longwear Foundation in de kleur New Caledonia. New Caledonia Dark Tune. Dus, guys. Die vrouw van die winkel van Sephora zat echt op mij gepompt. Tja, tja. Eén pompje maar. Eén pompje is een beetje deppen op haar vinger. En ze ging hier. Guys, deze vlekken zag je gewoon niet meer. Fijne filmie. Fijne lijkt dat binnen vreemd. Fijne lijkt dat binnen. Ik had jullie echt moeten laten zien, guys. Nee, man. Zo wist ik dat ik hem zou halen. Maar ik was verkocht, man. Ik was echt verkocht. Heel fijn. En toen ben ik ook deze gaan halen. Dat is de Transparent Loosening Setting Powder. Nou, in ieder geval gewoon setting powder van Laura. Hey! Bro, jullie kennen deze allemaal wel, hoor. Deze heb ik gehaald. Dus volgens iedereen was dit ook goed. Maar ze moeten me nog one-on-one classes volgen van al deze volgorde. Ja, nou, je bent niet. Dus dat is het wat ik qua make-up een beetje heb gehaald. In vergelijking met wat Irene al heeft gehaald. Girl, I'm not even close. I'm not even close. Maar voor mij is het al heel wat. Ik kan hier echt jaren mee gaan, hè. Want ja, wanneer gebruik ik make-up? Als ik naar kerk ga. Soms naar bepaalde eventen laat ik me opmaken. Zo, besef. En ik had deze lip scrub gehaald. Dit is gewoon van de winkel Lush. Die hebben we ook gewoon in Nederland, in Rotterdam. Dus op zich niks boeiends. Maar volgens iedereen is het echt wel goed om elke keer je lippen te scrubben. Want je weet toch vaak als we liplos op hebben, vooral die van de merk Essent. Niet eens aan het einde van de dag heb je hier al heel die witte. Zie? Heb ik het? Nee. Dan heb je meestal heel die witte lijnen. Dat is gewoon vuiligheid. Dat is gewoon viezigheid. Dus als je je lippen scrubt in de ochtend, in de avond voor het slapen, dan ga je ervoor zorgen dat die witte lijnen niet meer zullen komen. Want dat zijn allemaal dode cellen. En de scrub zorgt ervoor dat het die dode cellen laat afsterven. So, we also about that. Oké? Dus ik sluit de vlog voor vandaag af. En ik zie jullie de volgende dag. Because guys, we are in an amazing preparation of International Woman Retreats. Ik hoop dat ik jullie überhaupt kan meenemen in de zin van dat ik ook een beetje wat kan filmen. Want ik wil mezelf echt helemaal geven, guys. Ik wil mezelf zo focussen erop. Dus, maar ja, ik ga niet vandaag veel erover praten.
de dagen die aankomen ga ik erover hebben. Dus guys, ik zie jullie morgen. Ja? Tot morgen. See you tomorrow. Dit krijg je als je moe bent. Ja, vallen! Oh my god. Ja. Dus die vloglijfstijl, dat ook nog mensen. Wat een leven. Nou, guys. Wat een leven. We zijn dus onderweg. En nee, ik ga stoppen. Ik ga dit niet doen. Ik ga stoppen. We zijn echt gewoon puur in de modus of gebed. Oh mijn god. Mijn ogen zijn puur in de modus of gebed. En we staan aan mijn kamer. Ja man, ik heb al gedoucht. De douches zijn hier achter. Ik ga me nu even wakker worden. Dus ik ben helemaal tired. Ik zeg je eerlijk, het vasten. We zijn droog aan het vasten. Dus, ja, droog alleen met water. Echt, ik voel die hoofdpijn. En dan voel je nog die tiredness. Omdat je geen grip hebt op iets. Suikers of voedsel om jezelf door te laten gaan. Dus soms wel echt momenten. I'm so weak. Ik denk, oh, ik ben moe. Ik wil slapen. Ik ben moe. Mijn lichaam wil zitten. Maar je vecht er doorheen. Bij Zenno, joh, is geen grap, man. Dus, vandaag ook weer alleen water. Tot 6 uur. Tot 6 uur 's avonds pas. Dus, that's a challenge, guys. That's a challenge, but God is with us. Ik ga nu gewoon even verder snel met mijn skincare. En dan gaan we, jongens. Nee, maar je moet op de grond zitten. Ik had dat dus ook. Ik voelde op een gegeven moment mijn benen niet meer. Ik voelde me zo lichtjes en zwakjes. Ik ging juist op de grond zitten, want I felt then grounded, weet je wel? Dus ik dacht, ik ga gewoon op de grond zitten en gewoon zo bidden op de grond, weet je wel? Dat is ook goed. Ja, en dan later kreeg ik weer energie, dan sta je weer op. Als je weer zwakjes voelt, maar wel gewoon, Tika, gewoon in die ruimte. Ja, man. Ik dacht van, volgens mij ga ik straks weer flauw vallen. Ik ben bang. Naar Kimi. Ik ging liggen. Toen kwam er een andere dame ook. Ze zei, gaat het? Ik zei, volgens mij
ik zag moet heel even mijn ogen dicht doen. Ja. Half uur daarna dacht ik, oké, het is klaar. Ja, we zijn niet meer om te slapen. Precies. Nee, precies. Nee, ik voelde echt precies hetzelfde, man. Maar het is goed dat je het zegt. Ja. In die ruimte blijven. In die ruimte blijven. Prefere ook het diembe kan. Ja. Je met Osaka kan naar Katja, ja, nee, ja. A House of Fire, weet je. Ja. So, guys, we zijn net terug van, dit is pas tweede sessie. Nee, dit is de eerste. Nee, dit is de tweede. Ja, dit is de tweede sessie van dag 2. En guys, mijn bloemen, Suzu, we cannot uitleggen. Je moet gewoon selfie zijn, because David goed te vallen naar de banin. Maar Dieu est à terre, est vraiment à terre, est à terre. Sinds gisteren hebben we niet gegeten. Sinds gisteren zijn we aan het vasten. En we gaan nog steeds door met alleen water. Hoe Fallon net vertelde, weet je voelt je lichtjes, je voelt je benen niet bewegen. Je voelt je zo zwak dat je gewoon... Pepeño, ik wil jou voelen. But God is good. Op een gegeven moment, verder, een moment diep van het gebed, kreeg ik opeens één energie. Hoe moet ik naar kamer? Ik denk maar een paar minuten geleden was ik kapot zwakjes. Ja, maar wanneer je eenmaal weer erin gaat, je forceert jezelf weer om erin te komen. Mad jongens, mad. Dus het madness. Is nu, even kijken, het is nu 10 uur. Dus we hebben nu 4,5 uur gekregen om even te rusten. We komen even buiten. Op te laden. We zijn nu even buiten, gewoon even frisse lucht. Want het was zo intens daar binnen. Like, we are literally, gewoon ik denk heel ons lichaam is bezweet gewoon. Dus gewoon even frisse lucht. Het is ook lekker weer trouwens. Wow. Het is heerlijk weer. Zonnetje schijnt hier. Dus we zijn klaar met vasten, guys. Oh mijn god, ik ga mijn eerste suikerige drank drinken. Nou, we hebben eten hier gereserveerd. Want eigenlijk moest je, toen je ticket had gekocht, kon je ook zeg maar eten mee bestellen. But we did not do that, maar ja, geen probleem. Hier is zo'n restaurant. Hofzicht. Gaan we daar even eten. Is niet daar, maar ik dacht ik moet sowieso afsluiten. Ik moet gewoon nog dat ik in die vibe ben, moet ik echt afsluiten. Guys, echt, ik zeg je, het was een gezegende week. Het was een gezegende week, gezegende weekend. Jullie snappen dat ik richting het afsluiten nu ga. Hey. Maar echt, dit weekend was just a mind-blowing retreat. Ik vind het zo jammer dat het één keer per jaar is. Zulke dingen moeten echt gewoon om de 3 maanden zijn of zo, weet je.
Want je merkt echt gewoon, like, het activeert iets in jou that you never thought that you had in you. Especially het gedeelte van warfare, prayers. En gewoon gebed, man. Ik heb een beetje beelden kunnen filmen. Want ik wilde mezelf ook gewoon focussen. En het was echt gewoon, net als die Bijbelvers. Voordat ik wegging, had ik die Bijbelvers van Daniel met jullie gedeeld. Like literally lying on the ground, you know. Laying on the ground. Hey, het was echt letterlijk lay on the ground. Iedereen deed zijn ding. You know, everyone was coming with their own things. Dus het was zo gezegend. En ik had een gezegend. Ik zeg jou, Gods dingen zijn zo bizar. Dus onze kamer 108. Shout out naar alle dames van kamer 108. Want ik heb een nieuwe abonnees erbij. Weet je. Dus echt. Wij hadden echt de gezelligste kamer. Ik zeg het je. Gezelligste kamer ever. Dus we kwamen sowieso als vreemden binnen. Weet je. En de dag dat we eindelijk, je weet toch, beginnen te praten, communiceren, dit en dat, is de dag dat we moesten vertrekken. Dus echt serieus, de dames van 108, echt shout-out naar jullie allemaal. Dank jullie wel dat jullie mij volgen. Weer abonnees erbij. En guys, dat was gewoon geweldig. Ik heb niks te zeggen. International Women Retreat. Datum van volgend jaar is al bekend. De mensen zijn al bekend die zullen bedienen daar. Dus ik zou zeggen, you know, just grab your ticket. International Women Retreat kan je gewoon vinden op de socials. It was amazing. It was amazing. It was truly amazing. Some things you cannot like express it. You need to experience yourself. Sommige dingen moet je gewoon zelf meemaken. Echt, ik ga je zeggen, ik kan mijn ervaring aan jou delen. Ik kan je vertellen wat ik heb ontvangen en alles en zo. Maar uiteindelijk moet je het gewoon zelf meemaken. Klaar? I'm just saying. Je moet het gewoon zelf meemaken. Dus, ja, dus we gaan de vlogje bij eindigen, guys. So, onze secret emoji is een vuur. Een brandende vuur. En daarnaast de cross. Het kruis. Een brandende vuur. Want dit weekend was all about fire. Like fire. Be in the presence of God. And guys, I just love you. I really honor you for those. Die elke keer weer terugkomen. Die elke keer weer kijken. Die elke keer weer voor de buis zitten. Echt serieus naar mij kijken en zo. Ik zie jullie. Dus dank jullie wel dat jullie mij ook zien. Dus ik waardeer het enorm. Vooral als ik dan nog verhalen hoor. Dat vooral mannen. Ja, mijn vrouw kijkt heel vaak naar jou. En alles en zo. I'm like, wow. It's just an honor. It's just an honor. Like I said, this is my platform, guys. This is my platform. This, the vibe, the energy that I'm giving y'all. This is what you're gonna get, guys. This is what you're gonna get. You're gonna get real life. En laatst vroeg nog iemand aan mij, waarom ben je eigenlijk een YouTube-channel begonnen? Like, you know, wat is de reden achter? En ik blijf het zeggen. Het is echt, ik ben mijn YouTube-channel begonnen om men te laten zien, de buitenwereld, dat being a Christian is not boring. Being a Christian is niet dat standaard standaard beeld die we hebben about Christian. No, I'm living my best life in Christ. En ik wil dat met jullie delen, just to show. I go to retreats, I go to conferences. Maar ik ga ook gewoon wat leuks doen met mijn meiden. Ik ga ook leuke activiteiten doen. Ik ga vakanties, na. But Christ is the center of my YouTube channel. Like, y'all need to know that. And my life. Y'all need to know that. Tussendoor, we hebben lifestyle dingen. Weet toch, het huishouden. Dit, dat. Ook gewoon te laten zien van, you can be a busy woman. You can be a woman of God. You can work. Je hebt je huishouden, whatever. But je kan het allemaal organiseren. En toch gewoon je plannen strak houden. Dus dat is ook wat mijn YouTube channel is om mee te geven. Weet je wel. De lifestyle guy. Faith. Vlogs. Dus that's the reason, guys. That is the reason. What was the reason? That is the reason. Dus ja, we prijzen God. We prijzen God. Ja, we prijzen gewoon God, man. Ik heb niks om te zeggen. Dus onze secret emoji is Suki. Onze secret emoji, een brandende vuur. Een brandende vuur. En de teken van het kruis. Shout out naar RTN. De organisatie was amazing. En shout-out naar alle ministers
die daar waren. Like, I really received my part, guys. I really received my part. En ik bid voor iedereen. Echt, ik bid voor iedereen die daar was. Die weet je, die daar was gewoon. Die echt gewoon, like, we hebben 2 dagen, voor mijn gevoel, echt 48 uur. 2 dagen hebben we echt gevast. Gewoon echt alleen op water en sapjes. En weet je, dat God echt gewoon onze sacrifice vooral mag zien. Iets wat minister Deborah Darling heel mooi zei, vond ik zelf, is van... We komen vaak naar de Vader. Met Vader, geef me dit, geef me dit, geef me dit. We zien vaak onze Vader, dus onze goddelijke Vader, als een sugar daddy. Wanneer was de laatste tijd dat je kwam naar de Heer met een sacrifice, met een praise, weet je? En dat was diep, jongens. Echt, kom met een heart of praise, een heart of sacrifice to God. Hey, you know, echt mooi. Het was echt mooi. Dus ik weet echt voor iedereen die is geweest. Behoud dit. Hou dit vast. Laat dit niet alleen maar zo'n momentum zijn. Weet je, zo'n momentum in the feeling, in the spirit. En daarna you go your old ways. Nee. De bedoeling van zulke retreats, van zulke evenementen is dat het je weer bemoedigt. Dat je weer bekrachtigt. En wat je al had, dat je het vermenigvuldigt. En dat je weer verder gaat. Snap je? En I really pray for everyone. Hou het vast. Hou het vast. Hou het vast. Laat het niet los. Neem het, vermenigvuldig het. Laat het meer worden wat je al had. Laat het juist niet minder worden. Dat je dit hebt gehad. Je hebt het gewoon als een moment ervaren. Een feeling. Nee. Het moet in je ziel treden. Het moet in je ziel, in je mind treden. En nu moet je wat van gaan maken. Wat de Heer allemaal in je heeft geplaatst in deze afgelopen weekend. Doe er wat mee. Creëer er wat mee. Breid het uit. Breid het uit. Echt. Naomi heeft gepreekt. Oh mijn God. Naomi. Ah, Naomi Bassali. Echt. Wauw. She just did it. Zat het over profeet Eli. En er was een moment. Profeet Eli ging binnen naar de Heer. Dat weet je, ik kan het niet meer. Ik wil niet meer leven. Etcetera. En hij viel in slaap. En de Heer kwam tot hem toe. En ging hem, had hem twee keer of drie keer. Had hij hem bekrachtigd. En de Heer dacht. Hoe ik je bekrachtig heb. Dat je weer terug gaat naar die plek waar ze je hebben vernederd. Waar ik pijn heb gedaan. Dat je niet zozeer wraak gaat nemen. Maar dat je wat gaat doen. Maar hij ging naar een grot. Hij ging zich verbergen in de grot. En de Heer ging hem daar zoeken. En hij was like. Wat doe jij hier? Hey! Wat doe jij hier? En Naomi ging met ons in van. Jij die in de grot zit. Jij die met anxiety in de grot. Jij die in de grot zit van anxiety, van angst, van depressie. Come out of it. God is asking you. Wat doe jij daar? What? Please guys. Guys, daarom sommige dingen. You have to be there. Was mind-blowing. Wat doe jij in die grot? De Heer heeft jou bekrachtigd. Meerdere keren de momenten dat je zwak was. De momenten dat je geen energie had. Je wist het niet meer. Je wilde zelfs zelfmoord plegen. Je wilde er niet eens meer zijn. De Heer geeft jou kracht. Niet 1 keer, niet 3-voudig keer. En toch ren je naar een grot om jezelf te verbergen. In een grot wat Naomi zei van depressie. In een grot van angst. In een grot. En al die negatieve. Like everything. Kom eruit. Kom uit die grot. Nee. God is good. God is good, guys. Ik kan zo door blijven babbelen. Het is al 10 minuten. Guys. Zie nogmaals secret emoji. You already know it. It's the fire. It's the fire and the cross. Like, guys. Ik zie jullie weer volgende week. Jullie weten dezelfde tijd, dezelfde dag. We danken God dat hij me elke keer die kracht, die energie, die wijsheid geeft om gewoon weer een video voor jullie te leveren. Want ik weet hoeveel ervan genieten en op mij wachten op woensdag om 7 uur. So, God bless you guys. God bless you en tot volgende week.